Goedemorgen mensen, het is vandaag zondag en wij zijn net wakker. Ik heb al gedoucht. De kinderen moeten nog even aankleden, want we gaan zo meteen op vakantie naar... Ga je het vertellen? Zakynthos. Zakynthos? We gaan voor de tweede keer naar Zakynthos. We zouden eerst naar Mykonos gaan, maar Mykonos kreeg code oranje. Dus hebben wij last minute toch nog omgeboekt. We zaten heel erg te twijfelen, gaan we wel, gaan we niet. Maar uiteindelijk gaan we nu dus naar Zakynthos, want daar is het gewoon code geel. Ik ga jullie later even updaten, want we zijn nu een beetje aan het haasten. Dus ik ga snel Juna aankleden, Nele aankleden. En dan gaan we de laatste spullen pakken en richting het vliegveld. Ik heb het nou eens helemaal uitgeknepen door de schoonheidsspecialist. Dus vandaar dat alles een beetje rood is. Ik had van Juna gekregen. Gaan we die zo even zoeken, misschien beneden? Oké, goed. Ik ga de kinderen aankleden. Ik zie jullie later. We vliegen trouwens om 11:30. En we zouden hiervoor dus naar Mykonos gaan, maar dat werd dus gecanceld. En toen was de vluchttijd 6:00 PM, dus eigenlijk zijn we heel blij dat alles is omgeboekt naar eigenlijk een net zo mooi eiland. Alleen is Zakynthos gewoon iets anders dan Mykonos natuurlijk. Alleen Mykonos waren we nooit eerder geweest, dus daarom hadden we daarna gekeken eerst. Maar we zijn eigenlijk heel blij dat we dus nu op een meer schappelijke tijd kunnen vliegen dan dat we naar Mykonos zouden gaan. Want nu moeten we 8:00 vertrekken vanuit huis. En normaal gesproken zouden we echt 3:00 s'nachts moeten vertrekken. Dus dit is helemaal top, hè? Ja. Ook voor jullie. Zijn jullie gewoon op een normale tijd wakker? Ja. Nee? Dan kan je gewoon straks rond je slaapje vliegen. Dan ga je lekker slapen in het vliegtuig, hoop ik. Ik denk dat jij het heel goed gaat doen. Zo'n chille baby. Trouwens, echt super lief. Ik heb van Sony een vlogcamera gekregen, de ZV-1. En dat is ook de camera waarmee ik nu film. Dus nu heb ik er eentje reserve. En ze hadden me ook deze toegestuurd, de Grip. Daar kun je dus je vlogcamera opzetten en kan je hem als statief zeg maar gebruiken. En ze hadden ook nog extra lader erbij gedaan. Die heb ik nu in mijn koffer gedaan en nog wat andere dingetjes. Dus ik ben heel erg verwend. Thanks Sony. Nou, we zijn helemaal ready to go. Ik laat jullie snel nog even zien wat ik aan heb voor het vliegtuigritje. De trui is van Naked. Grijze legging is van ASOS. En de schoenen, die hebben we nieuw gekregen van Sneaker Queens, nichtjes van Dwayne. Echt super blij mee. Kijk hoe leuk ze zijn. Nele heeft deze, de roze met wit. En ik heb deze, de lage met wit, grijs. En aan deze kant heb je koraal en aan deze kant blauw. En een mooie broek, die is gewoon van Hema. Topje van de Zara. En het jasje heb je gekregen van Cindy Lela. Die is van de Kenzo. Tina en Lela krijgen zusje en meisje. Ja, een meisje krijgen ze. Het kan allemaal mee. Nou, super fully loaded. Allemaal een rugtasje, want met handtas is niet te doen. Dus we kunnen gaan. Toen heeft ook trouwens hele vette sneakers. Ook van Sneaker Queens. Echt heel blij mee. Dus nu zijn we allemaal een beetje twinning in lichte kleurtjes. En Juna heeft een heel... Juna die heeft Yeezys aan vandaag. Yeezys. Van jou geweest, hè, die? Ja. Bewaard. Ja, kom. Hey jongens, we zijn aangekomen op Schiphol. Het ging super snel, gelukkig. Ja, files en zo heb je nu niet op zondag. Dus we gaan nu naar de incheckbalie. Een super grote rugtas. Dat je allemaal wel niet mee moet nemen met twee kinderen. Ongelooflijk. Deze chips in de vroegochtend. Ik had ze zin in. Het is vakantie, dus dat mag gewoon. Dus, oké, hebben we alles? Goedemorgen mensen vanuit Zakynthos. Wij zijn gisteren veilig en wel aangekomen hier met een zieke upgrade. We zouden eigenlijk naar Contessina Hotel gaan. En dan heb je ook nog Contessina Spa Resort. En oorspronkelijk is dit alleen een adults only hotel. Alleen omdat het andere hotel die wij hadden geboekt vanwege de foto's en omdat het wat meer kidsproof is, die is nog niet af. Die is aanstaande zaterdag pas klaar. Dus hebben ze nu zeg maar alle mensen die dat hotel hebben geboekt in de adults only variant gestopt. En hebben nu een upgrade gekregen met een zwembad aan de kamer wat echt helemaal lijp is. Ik ga het jullie straks laten zien.
Maar dat was wel echt even een verrassing, want we kwamen hier aan en toen werd ik dus gedropt door de taxi hier bij het spa-resort. En toen dacht ik, dit is toch niet de plek waar ik moet zijn. En ik weet wel dat het andere hotel ook heel dichtbij is. Maar niet verwacht dat we dan hier de komende dagen zouden verblijven. Dus dat was eigenlijk een beetje wat er is gebeurd. En wat we nu dus hebben gekregen als upgrade. Maar echt heel blij mee. Want hoe chill dat we een zwembad hebben aan de kamer. En daar nu ook gewoon de komende dagen lekker gebruik van kunnen maken. En we mogen nog kiezen of we hier de komende 2 weken willen blijven. Of dat we toch nog naar het andere resort willen ook. En ik denk dat we toch voor de tweede optie gaan kiezen, omdat die andere iets meer kidsproof is. Je hebt er ook een kinderzwembadje en het zwembad hier bij het hotel is toch wat meer voor adults. Dus je hebt niet echt een ondiep gedeelte, zeg maar. Dus we gaan nog eventjes erover nadenken of dat we hier blijven of in het andere hotel gaan. Ik denk in het andere hotel, dus omdat Gies en Ricardo ook die kant op komen. En het was wel het plan om allemaal in hetzelfde hotel te zitten als we op vakantie gaan. Dus heerlijk vertoeven hier de komende dagen met het eigen zwembadje. En we gaan straks eerst even gewoon rustig aan opstarten. Juna ligt nu te slapen hier achter mij. Ik ga straks een beetje opruimen. En dan gaan we ook nog heerlijk naar het strand vandaag. Want het is super mooi weer. Ja, ik neem jullie de komende dagen lekker mee op reis hier op Sakintos. Het is een hele andere vakantie sowieso dan de eerste keer dat we hier waren. Want we hebben nu natuurlijk Juna erbij. En met 2 kinderen is het, je hebt gewoon eigenlijk continu je handen vol. Vooral met Juna op het strand, dan stopt ze alles in haar mond en dan moet je de hele tijd opletten. Nela, die is al wat meer zelfstandig, dus die kan gewoon lekker de gang gaan. Maar met Juna is het toch wel een hele andere vakantie nu. Dus ik ben benieuwd in hoeverre ik ook nog een beetje kan chillen en relaxen in de zon. Maar we gaan het gewoon allemaal meemaken. En ik ga proberen om zoveel mogelijk ook voor jullie vast te leggen. Maar weet wel dat met 2 kinderen heb je wel echt je handen vol. En is het echt lastig om continu ook nog daarbij na te denken van, oh, ik moet het stukje even filmen of ik moet dat even vastleggen. Dus ik doe mijn best. Maar jullie gaan het allemaal zien. Toch? Wat is er gebeurd? Wat is er? Oh, moet je even plassen? Ik ga jullie straks denk ik even in alle rust de kamer laten zien. Want het is nu nog een beetje een rommeltje. Ik ga het eerst een beetje recht trekken. En dan straks de reveal van onze suite. Slaapt, ga ik heel even snel met Nela naar de supermarkt om nog wat snackjes te halen die we kunnen meenemen voor Juntje. En dit is de outfit of the day. Ik draag een topje van Weekday en het broekje die is tot hier iets langer, shortje zeg maar. Die is van Mila Moon en mijn slippers die zijn van Public Desire. That's it. Kom je mee? Kom je? Nee, we gaan eventjes naar de supermarkt. Ja, en ook meisjes halen. Ja. Ik loop nu met Nela eventjes naar de supermarkt. En ik was je nog vergeten te zeggen dat wij natuurlijk al een beetje hebben gezien hoe de straten er nu uitzien. Mama, oh, wacht even. Ik stel de egg. Oké, hou maar je egg vast. 2 jaar geleden zijn we hier ook geweest. Doe maar even je hand geven. Toen was het hier veel bruisender dan nu. En nu als je over de straat loopt, nou, er is gewoon bijna niemand. De mensen die er lopen zijn gewoon Nederlanders. En verder is het gewoon zo rustig en uitgestorven. Hotels zijn allemaal dicht. Allemaal eetentjes Mama, die toen helemaal vol zaten. Dus het is wel heel sneu om dit allemaal te zien. Hoe, hoe corona eigenlijk alles kapot heeft gemaakt. En ik hoop dat het ooit gewoon allemaal weer goed komt hier, want het is gewoon niet fijn om te zien dat ze het er zo zwaar mee hebben. Maar goed, ik ben al lang blij dat er weer wat toerisme kan komen. Mama. Ja.
duimpjes staan bijna op haar handjes. Super schattig. Hebben ze allebei een topje van de Zara en een broekje aan van de Zara. En Nela ook haar slippertjes van de Zara. Zijn die helemaal matching, hè? Ja, heb jij dat ook aan? Wat mooi. Ga je laten zien wat je kan? Laat me zien wat je kan. Ga je dansen? Ja. I'm a pudding of my life on purpose. Een water gehaald. Nee, niet interessant. Wat hebben we nog meer gekocht? In de winkel. Wat heb je gedaan? Ik kijk naar mezelf. Jij bent ook Surinaams, ja. Maar Juntje is net iets donkerder dan jij. Ik ben Surinaams. Ja? Ik ben Surinaams. Je bent Surinaams, Nederlands. Nee, Surinaams. Ja, maar ook Nederlands. Een mix van. Met een half bloedje. Net als Gené. Gené is ook half Surinaams en half Nederlands. Wacht op je neus. Je neus goed vegen. Zo, hier je neus nog. Ben, ik zag net trouwens wel eetstoelen en zo al staan bij dat andere hotel. Mama, ik wil doen. Er is wel aan de zijkant, zeg maar. Mama. Het is wel een beetje brand door je rug. Ik zie, het is helemaal rood. Rood. We zijn aangekomen bij het strand. Dit is echt vlakbij ons hotel. Het heet Venus Beach Bar. Hebben we als tip gekregen van onze buren in het hotel. Allison, you're the best. Nou, we zijn net terug van een heerlijk dagje op het strand. Op een gegeven moment waren de kinderen er een beetje klaar mee. Dus die... dat was in het vliegtuig. Dus toen dachten we, nou, we gaan nu lekker terug naar het zwembad. Dus nu heerlijk even een duik genomen en roomservice besteld. Is dat Gené die vindt? Nee, die kijkt allemaal foto's op de iPad. En die is de hele tijd foto's aan het maken van alles en iedereen hier. Dus roomservice en nu gaan we lekker eten aan het zwembad. Junge is ook net wakker. Het is geslapen in de wagen, want bij de strandtent wilden ze gewoon echt niet slapen. Dus die is ook maar wel enigszins uitgerust. Ja. Een appel? Die mag ze wel. Ik moet zelf die Jones gegeten. Deze heb je ook met Jones gegeten? Ach nee, met rode saus. Oh, nou, maar hier zit ook rood doorheen. Misschien is deze iets minder rood. Maar dit is lekkere shrimppasta en mag een fruit. Mag ik een appel? Ja, Jones, je mag appel. Lekker. Geef maar aan haar. Dat is appel. Dat lust je wel. 3, 2, 1, go! Goed zo! Nee, dit vind ik heel irritant. Ik kom bij jou, mama. Kijk. Ik ben jou. Maar ze vindt het koud, maar ze vindt het wel bij jou. Morning mensen, het is inmiddels alweer een paar dagen later. Ik wilde nog één dagje op het strand filmen, maar toen was ik mijn telefoon vergeten. Daar heb ik wel heel veel foto's gemaakt, maar niet gevlogd. En nu een paar dagen later zijn we verhuisd. Zoals ik volgens mij ook al eerder vertelde, naar het andere Contessina Hotel. Die is vanaf eergisteren geopend. Dus wij zijn gisteren hier ingecheckt en het is echt een super mooi hotel ook. En het is hier echt veel meer kindvriendelijk, want je hebt ook een ondiep kinderbadje en zo waar Nela in kan. Maar ook hebben andere mensen kinderen, dus dan is het wat gezelliger ook voor Nela om hier te zijn. Dus gisteren hebben we eigenlijk... Huh? Een beeld. Uh-huh. Wil je een beeld, schatje? Maar goed, dus gisteren zijn we hier de hele dag bij het zwembad geweest en vandaag gaan we... als het open is, er staat niks op de website, maar dan gaan we dus naar het aquapark waar we een lange tijd geleden ook zijn geweest. Maar toen was Nela echt een stuk kleiner en nu is ze natuurlijk al 3,5. Dus dan zal ze veel meer lekker zelf van de glijbaan af kunnen en zo. Dus daar willen we dan straks naartoe gaan. En Dwayne is al
die hard vanaf vanochtend vroeg wakker. Omdat hij UFC aan het kijken is. Dus die zal wel helemaal kapot zijn straks. Maar ja, we gaan er gewoon een leuke dag van maken. En dan vanmiddag komen Gies en Ricardo ook naar dit hotel. Dus dat is super leuk. En zijn we de komende week nog met hun hier. Wat is er, Moppie? Ja. Mama, even douchen. Mama stinkie, hè? Ja. Ik zal jullie trouwens later op de dag, als we terugkomen van het park, even de kamer laten zien. Want het is nu één ontplofte bende. En ik ga nu eerst even snel douchen. En dan klaarmaken voor Hello Park. Toen is echt al zo bruin. Ik ben overal bruin, behalve in mijn gezicht word ik bruin. Het is echt jammer. Maar goed, hè? We doen het er maar mee. Oh nee, dat is ook wakker. Herken je het nog van toen jij heel klein was? Ja! Ja? Zo. Gingen we van de glijbaan af, dan gingen we in de piratenschip, weet je dat nog? Ja. Ik denk dat als je eenmaal erop zit, dat je het wel allemaal weer weet. Ahoy! Denk ik. Dus dat was echt nog heel klein. Ahoy! Wat zei je? Deze snack. Er is water. Ja. En dat zijn hele grote glijbaan. Ik denk dat we daar nog niet op kunnen. Big Man Ting. Big Man Ting. Even een plekje zoeken waar we kunnen liggen. En dan gaan we heerlijk van de glijbaan af. Ook met Joontje en met Nela. Ga maar naar papa. Yes. You like yourself? Do you like the glasses? Wat mooi. Oké, jongens. Even een snelle tour van ons andere hotel waar we nu in gaan slapen. Het is inmiddels alweer een beetje een zooitje, maar het is net schoongemaakt. Dus ik dacht, ik ga gelijk even de tour voor jullie opnemen. Hier is de badkamer. De zeg maar, badkamer is dan hier met een douche. Een super mooie douche ook. Ik hou echt van die tegels en dat gouden. En dan hier ook weer zo'n niche. Eigenlijk net als wat we in het andere hotel hadden. Een lekkere spiegel hier nog in de deur. En in deze deur ook. Dus dat maakt het ook wat ruimtelijker. Bureautje, bedje hier. En hier hebben we dan een balkon. Met uitzicht op het zwembad. En dit is het. Uitzicht op die zwembad. Heerlijk, hè? Ah. Ja. Yeah. Wat gaan we doen vandaag, Nela? Naar vakantie. Naar vakantie. We gaan op een boot. Wow. Oh, een hele grote jacht. Met Gies en Rico. Met Gies en Rico, hè. Gaan we eerst even wat eten en dan gaan we die kant op. Twin is ook helemaal ready. We zijn allemaal in het wit gekleed vandaag. Matchy matchy. Dus spullen pakken en vertrekken. Zijn ze hoor. Gies en Ricardo. Vandaag gaan we met de boot op stap. Iedereen is er helemaal klaar voor. Alle strandlaken zitten goed verpakt. En de boot ligt daar achter bij Port of Zeki. Oh my god, we zijn net aangekomen bij de shipwreck. En het is echt niet normaal hoe blauw dit water is. Het lijkt gewoon op een zwembad. Wacht, kijk. Hoe insane is dit? Dit is toch echt niet normaal? Ziek, ik heb gewoon zoveel zin om hierin te zwemmen. Je ziet gewoon helemaal niks hieronder. Geen visje, geen algen of iets. Echt heel leuk, ja. Wij zijn, zoals jullie kunnen zien, intussen weer in Nederland aangekomen. En de laatste dag heb ik helemaal niks meer
vastgelegd van wat we allemaal hebben gedaan. We hebben echt heel erg rustig aangechilled nog de laatste dag met Gies en Rico. En ik heb überhaupt volgens mij deze vakantie gewoon heel weinig gevlogd voor jullie. In mijn achterhoofd om gewoon zoveel mogelijk vast te leggen. Maar eindstand ging weer ergens naartoe. Dan lag de camera nog boven en dan wilde ik weer niet terug naar boven gaan. Dan dacht ik, laat maar, ik kom morgen wel. Ja, eindstand ging de dagen zo voorbij. En toen waren we alweer aangekomen aan het eind van de vakantie. En toen is het er ook niet meer van gekomen. Dus al met al hebben wij echt een fantastische vakantie gehad. Alleen, ja, het voelde voor mij gewoon lekker ook om dit keer weer even niet de vlogcamera erbij te pakken. Het is gewoon een familievakantie en ik werk keihard. Ik heb gewoon mijn eigen webshop. Ik heb 2 bedrijven. We zijn ook nog daarnaast bezig met een heel groot project waar mijn hoofd ook echt vol mee zat de afgelopen maanden. En voor nu was het echt gewoon weer even een tranquilo tot rust komen vakantie. En dat hebben we echt gedaan. Dat tot rust komen is zeker gelukt. Alleen met 2 kinderen heb je gewoon wel continu handen vol. Dus de vakantie is sowieso heel anders dan als je geen kinderen hebt. En als je maar 1 kind hebt, want toen was het sowieso al veel meer te doen. Ook met vloggen daarnaast en zo. Maar nu met 2 kinderen heb ik echt, Dwayne en ik eigenlijk allebei, hebben we continu wel iets te doen met de meiden. En je moet ze gewoon bezighouden, want ze zijn natuurlijk allebei klein. Dus wat dat betreft heb ik het ook een klein beetje onderschat om daarnaast gewoon nog het vloggen dus te doen. Natuurlijk af en toe waren er momenten dat het even kon. En dat heb ik ook echt zeker gedaan op die momenten. Want jullie hebben het gezien, ik heb wel wat vastgelegd. Maar heel veel momenten dan was ik of de camera vergeten of het moment was niet daar. Of ik had er gewoon even geen behoefte aan. Dus zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Echt zo'n heerlijke go with the flow vakantie, geen verplichtingen. Mijn hoofd even lekker leeg maken, want het was gewoon, wat ik al zei, een hele stressvolle periode. Vandaag hebben we eindelijk een soort van groen licht gekregen voor een project waar we mee bezig zijn. Dus ik hoop ook dat ik nu de komende tijd het vloggen weer wat meer kan oppakken. En door wat meer rust in mijn hoofd te hebben, dat ook wat meer consequent kan gaan doen. Want nu zit ik er echt helemaal niet lekker in. Ik ben ook een mens. En op dit moment hadden andere dingen prioriteit. Dus dat is ook de reden waarom ik de afgelopen tijd wat minder had geüpload. Maar op vakantie, wat ik al zei, was het gewoon echt, ik zie wel wanneer ik vlog en wat ik vlog. En wanneer ik mijn camera meeneem en wanneer niet. Dus dat is eigenlijk hoe het een beetje is gegaan. Maar ik hoop dat jullie het alsnog heel leuk vonden. En nu dus gewoon weer terug in ons koude kikkerlandje. Ik werd zo depri toen we terugkwamen. Echt, ik mis het nu al daar. Het is zo'n fijn eiland. We zijn niet voor niks nu 2 keer daar naartoe geweest. En we willen zeker nog een keer daar naartoe. Want het gewoon zo heerlijk is daar. De mensen zijn lief. Het hotel was onwijs fijn. Het eten was goed. En ook gezegd dat Gies en Rico er wat later nog aankwamen. Waarmee we nog een paar dagen zijn geweest. Dus het was echt een hele fijne vakantie. En nu is het weer tijd voor het normale leven. Dus ik ga jullie de komende weken weer daarin meenemen in Nederland. En nu eerst even mijn gezicht schoonmaken. En ik dacht, ik ga jullie gelijk even laten zien wat ik allemaal op mijn huidjes smeer in de avond. En wat ik gebruik om mijn huid te reinigen. Ik ga eerst mijn gezicht even goed scrubben met de Clay & Glow Face Scrub. Dit is echt, al sinds ze het me hebben uitgebracht, mijn favoriete product van hun. Dit is echt een hele milde scrub die ik dan om de dag ongeveer gebruik. Soms iets minder zelfs in de week. En dan scrub ik mijn huid even heel goed. Het is ook heel fijn trouwens voordat ik zelf bruin op mijn gezicht doe. Want mijn gezicht wordt bijna nooit zo bruin als mijn lichaam. Dus dan scrub ik het eerst heel goed en dan breng ik de gezichtsbruiner aan. Dus die ga ik nu gebruiken met wat water. En daarna doe ik deze erop, mijn huid. Het is de Clay & Glow Vitamin C Serum. En dit is een nieuw product wat ze onlangs hebben gelanceerd. En deze is echt de bom. Ik heb hem ook meegenomen op vakantie. Want deze die beschermt de huid, maar hij herstelt hem ook door invloeden van buitenaf. Dus door de zon. En ik heb natuurlijk iedere dag lekker in de zon gelegen. En ik merk wel dat mijn huid echt even een boost kreeg als ik deze 2 keer per dag had aangebracht. En het is ook gewoon een heel fijn product voor het herstel van de huid. Dus maar ook helpt het om de huid weer meer een glow te geven. Dus ik ga deze straks aanbrengen. Eerst even goed reinigen. En dan daarna nog een nachtcreme aanbrengen. Zo. Zo. Oké, jongens, ik ga dus nu het serum aanbrengen. Het is een soort pipetje die erbij zit. En dan doe ik een paar druppeltjes hiervan
op mijn hand. Zoiets. En dan ga ik het aanbrengen op mijn gezicht. Over mijn hele gezicht. En hij is een beetje sticky. En ik laat hem dan ongeveer 5 tot 10 minuutjes zijn werk doen. En daarna breng ik pas een nachtcreme of een dagcreme aan. En ik persoonlijk vind het fijn om 2 keer per dag te gebruiken. Omdat ik dan echt wel wat meer een glow ervaar in mijn huid. En ik heb het idee dat hij dan ook wat meer doet. Nou, het serum die zit nu op mijn gezicht. Het voelt ook helemaal niet meer sticky aan. En straks ga ik dus ook nog de nachtcreme aanbrengen. En dan is mijn avondroutine dus klaar. En ik merk echt dat mijn huid er heel blij van wordt van dit serum. Ik gebruik het dus 's ochtends en 's avonds. En dan daarna dus meteen nog een crème erop. En mijn huid is in tijden niet zo rustig geweest. Maar ook merk dat de pigmentatie wat is verminderd. De poriën die zijn veel kleiner. En het ziet er gewoon heel erg fris en gezond uit wanneer ik het heb aangebracht. Dus dat doe ik dan gewoon 's ochtends en 's avonds. En dat werkt voor mij echt heel goed. Maar je kan het natuurlijk ook alleen 's avonds aanbrengen. Of alleen 's ochtends, wat jij wil. En het beschermt de huid gewoon heel goed. Maar het herstelt het dus ook van de zonnestralen. En daardoor ook pigment wordt ook wat minder. Dus dat is het kleinlozium. Ik ga nog heel eventjes wachten tot het echt goed is ingetrokken. En dan ga ik straks mijn nachtcreme aanbrengen en daarna lekker slapen. Dus ik ga deze vlog maar meteen afsluiten. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie snel weer terug te zien in de volgende video.